Yo, leuk te kijken naar een nieuwe video. Ik ben Bradley Bravard en als je dat nog niet weet, dan weet je dat. Ben je nog geen deel van de Awkward Family? Zorg er even voor dat je abonneert op mijn kanaal. Dan word je deel van de Awkward Family. En dat is super leuke familie van internet en zo. Vandaag ga ik hier iets heel leuks doen. In Amerika gaat er nu een soort van challenge-achtig ding gaande. En dat is Assumptions About Yourself. Voorlezen wat mensen van je zeggen. Dat wil zeggen. Meestal als je dus mensen leert kennen, dat je al een vooroordeel hebt van ja, volgens mij is dat echt zo iemand die dit doet. Volgens mij is hij maagd. Volgens mij is hij de paus. Volgens mij heeft hij iemand bezwangerd, maar niemand weet het. Vooroordelen die je hebt over iemand, gedachten die je had, wat je dacht over iemand. Dat zijn assumptions. Basically, dat zijn gewoon dingen. Ja, dat zijn assumptions. Er is niet echt een Nederlands woord voor. Ik zat echt te zoeken, maar ik kon niet echt iets vinden waarvan ik dacht mensen gaan dit snappen. Dus ik heb gewoon gevraagd wat waren jouw eerste indrukken over mij? Wat vond je van mij? En wat dacht je over mij? En wat zijn dingen die je denkt dat waar of niet waar zijn over mij? Dus ik heb jullie die vraag gesteld op mijn Instagram. Als je mij nog niet volgt op Instagram, volg me dan nu op Instagram. En laat even weten dat je van deze video komt, want misschien ga ik je Instagram account wel lekker stalken. Dus ik ga nu een kijkje nemen naar wat jullie over mij denken. Ben je een beetje bang? Laten we eens gaan kijken. Oké, de eerste assumption is: ik denk dat zilver haar je echt super tof stond. Thank you, dat is echt super lief. Oh my god. Ik heb een fase gehad dat ik zilver haar had. Nou ja, een soort van, ik had eerst lichtgrijs haar en toen ging ik naar zilver toe. En dat was wel leuk. Kijk, dat zag er zo uit. Dankjewel, dat is echt heel lief. Thank you. Ik dacht dat je niet zoveel tijd nam tijdens meet and greets, maar ik had het verkeerd. Maar dat komt vooral nu, ik ben niet zo bekend. Dus als jij natuurlijk andere mensen hebt die ook YouTube filmpjes maken, die veel bekender zijn, die hebben totaal niet echt heel veel tijd. En vooral op een gathering, op een feed, is het zo lastig geregeld dat zij niet iedereen blij kunnen maken. Voor mij valt het nog gelukkig mee, dus ik kan gewoon tijd nemen voor mensen. Ik probeer mijn best, soms lukt het wel, soms lukt het niet. Maar dat is lief. Thank you. Ik dacht dat je echt heel groot was. Ja? Ik ben echt altijd klein geweest. Altijd. Ik ben nu 1,80 meter, 180, maar ik ben echt in mijn leeftijd, ik ben echt vroeger 1,40 geweest, echt denk 3-4 jaar lang. En toen in één keer kreeg ik een groeispurt van, ik denk 20 centimeter in een jaar. En nu ben ik 1,80. Maar ik weet niet, hoe lijkt het nou? Lijkt het nou dat het op beeld echt alsof ik groot ben? Maar ik ben niet zo heel groot. Ja, ik ben redelijk groot. Ik ben kleiner dan de gemiddelde jongen in Nederland. I'm fine. I'm very happy with my length, actually. Hoeft niet per se langer te zijn, vind ik. Jij draagt alleen maar geel en rood en blije kleuren. Nou, toevallig draag ik vandaag rood. Nou, ik heb fases gehad dat ik, echt alleen maar zwart had. Een beetje in beige en grijs. En toen in één keer werd ik helemaal vrolijk en helemaal geel en rood. En nu wisselen we het weer een beetje af. Dus een beetje weer zwart. Zwart is gewoon makkelijk. Of rood. Maar ik vind rood mij heel mooi staan. Oh. Toen ik je nog niet zo lang kende, dacht ik dat je met Pieter een relatie had. Nee, ik heb geen relatie met Pieter gehad. Pieter is echt een van mijn beste vrienden. En ik ken hem al best wel lang. Pieter is heel knap. Ja, Pieter. Maar nee, ik heb geen relatie met Pieter gehad. En dat zal ook nooit gebeuren. Ik dacht voor je coming out eerlijk gezegd dat je homo was. Ja, hè? Wat moet ik hier nou op reageren, zeg? Oké. Ja, goed. Het is voor mij op zich ook wel niet heel erg. Ik ben niet normaal. Laat het daar houden. Ik ben niet een van de normaalste jongens. En ik ben niet een van de stereotype hetero jongen. Dus ik snap heel erg dat je me homo vond. Ook al zie je het niet altijd aan iedereen. Maar ja, ik ben wat vrolijker en blijer als het moet. En dat relateren mensen altijd aan als je homoseksueel bent. Maar dat is fijn. Ik vind het prima. Ben je niet boos? Ik denk dat je heel muzikaal bent. And that's the tea. Ik ben best wel muzikaal. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan gitaar spelen, ik kan ukulele spelen, ik kan piano spelen. Maar niet meer goed, maar gewoon ik heb mezelf aangeleerd. Dat toont wel aan van muzikaliteit, toch? En ik hou van muziek. Je bent een dansgoeroe. I wish I had your moves. Thanks. Soort van. Oké, ik vind het wel leuk om te dansen. En ik heb op dansen gezeten. Ik heb altijd op jazzdans gezeten. En ik heb op hiphop gezeten. Maar tot mijn 16e en toen ben ik eraf gegaan. Want toen dacht ik, dit is niet leuk. En ik heb, nou het is wel leuk, maar ik heb geen tijd meer. En dat was waar. En nu mis ik het heel erg. True. Oeh, deze is ook wel, dit is wel waar. Je kent elk nummer van One Direction, maar je weet niet alle titels. Dit is zo waar. Dit is waar. Ik ken echt heel veel nummers van One Direction. Maar ik was echt een diehard One Direction fan. Diep van binnen. Maar mensen wisten dat niet. Maar dit is wel waar. Oh, I just wanna take you anywhere. The one that I came with, she had to go. Ah, de tijden, ik mis het echt heel erg. Dat je een onwijs lieve en leuke jongen bent. Je moest eens weten. Jij kan goed zoenen.
Ja, dat weet. Ja, dat weten we natuurlijk niet. We gaan het gewoon vragen aan Linda. Ik heb ooit een keer met Linda gezoend namelijk. Oké, je moet eventjes op camera zeggen. Je moet een vraag beantwoorden. Oh, dat is spannend. Oké. Je moet even zeggen, kan ik goed zoenen? Of jij goed kan zoenen? Ja. Nou, ja, zie je? We matchen wel goed, inderdaad. Ja. You see? Ik zou het een 8,5 geven. Dat is echt hoog. Nee, maar wat Linda zegt is wel waar, want je moet echt een goede match zijn met mensen. Sommige mensen die kunnen wel goed zoenen, maar dan hebben ze niet een goede match met een persoon. Precies, want sommige, ja, inderdaad. Nou, veel plezier in de auto. Doei. Thanks, bye. I am a good kisser. Ik was er vroeger echt onzeker over. Ik weet nog, mijn eerste keren waren zo naar. Nou ja, dat was wel leuk, maar ik heb me er wel in gemasterd de laatste tijd. And I'm proud of it. Dus wie wil er zoenen? Ik dacht dat je een allergie had voor komkommers. Dat is zo random. Zo random. Maar I do. Ik ben allergisch voor komkommers. Nee, ik ben niet allergisch voor komkommers. I am actually a pickle. Oh, dit was een augurk en geen komkommer, maar ik vond de video gewoon leuk, doei. Ik ben nergens allergisch voor. Ik dacht dat je hetero was. Well, look at me now. God hates fags. God hates fags. Voor de mensen die nu nog steeds denken dat ik hetero ben, denk ik vaak van, how do you think I'm straight? Ja, vroeger misschien was ik daar veel meer oplettender. Maar goed, ik denk wel vroeger dat ik er misschien meer op lette. Met hoe ik eruit zag. Ja, dat is sowieso wel waar. Maar dat kan. I'm not straight. I'm not straight. Dat wil ik wel zeggen. Ja. Ik val niet snel in orde, maar ik denk wel dat je misschien liever met een jongen eindigt. Oeh, ja, weet ik niet. Denk je? Ja, ik denk dat heel veel mensen het wel denken van mij dat ik met een jongen ga eindigen. Iets in me zegt wel dat ik ook wel denk dat ik met een jongen ga eindigen. Maar iets in me zegt ook nog van ja, ik heb nooit een relatie gehad. En ik heb wel met jongens gedate. Maar elke keer denk ik weer, ja, wil ik dit? Maar ik weet het niet. Ik sta er heel open in. Of met een jongen is of met een meisje. I don't care. Ik denk dat jij een army bent. Ik ben geen army, maar ik vind ze wel leuk. Of ben ik dan een army? Ik denk dat je helemaal de bom bent. Ben ik ook. Ik denk dat je heel open en zelfverzekerd bent. Zelfverzekerdheid, een beetje. Ik heb nog zeker mijn onzekerheden. En ik merk heel erg dat ik onzeker word met vrienden. En dat ik me veel te veel ga vergelijken met andere mensen. En als ik bijvoorbeeld niet word uitgenodigd voor dingen bijvoorbeeld of zo. Of mensen zijn met dingen bezig, dan word ik heel onzeker. En alleen in die situatie merk ik het heel erg. Maar verder ben ik echt een heel open boek. Ik ben een open persoon. En ik hoor altijd van mensen dat ze zeggen van wow, ik heb echt het gevoel dat ik je al heel lang ken. En dat is zo'n pluspunt. En daar ben ik altijd heel blij mee als mensen dat zeggen. Ik denk dat je single bent. Ja, al mijn hele leven. Ik denk dat je gedoopt bent, maar tegen elke regel in de Bijbel is. Ik ben inderdaad gedoopt. Ik heb een communie gedaan, ik ben gedoopt. En ik ga volledig door alle regels van de kerk in. Ik ga sowieso naar de hel. Fijn, trek me maar 11 uur in. Ik denk dat er een reden is dat jij en Jules niet meer met elkaar omgaan. Oeh. Nee, er is geen reden. Ik denk dat we... Waarom dat is gebeurd, weet ik niet zo goed. Maar ik heb wel meer contact met haar hoor. Een soort van. En we gaan binnenkort nog wel feestjes toe. Maar het is minder dan vroeger inderdaad. Vroeger was het echt Pamela, ik en Jules. Ik denk dat het toen werd Marije, Terenzo en Jeroen, waar ik toen mee ging samenwerken. Een beetje dat, denk ik. En ik woonde ver weg. Ik denk dat het veel te maken was. Maar er is echt niks tussen ons. En ik hou van Jules. En Jules is fantastisch. Ik denk dat je een hele goede, professionele, georganiseerde, serieuze YouTuber bent. Nee. Ik dacht dat je ontzettend arrogant was. Dat is het allerlaatste in mijn leven wat ik ben. Ik wil echt niet arrogant zijn in mijn leven. En als ik het ben, dan mag je me echt op aftikken. Maar ik weet niet, ik zie te veel arrogante mensen om me heen. En dat is echt iets wat ik gewoon niet wil zijn. En ik vind mezelf echt totaal niet arrogant. Ben ik arrogant? En als ik arrogant overkom, dan is het gewoon puur dat ik niet durf te praten. Of dat ik denk van, maar ik voel mezelf nooit beter dan iemand anders. Nee. Goed, dit waren alle assumptions en dingen die je dacht over mij. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Geef deze video een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. En abonneer op mijn kanaal en word deel van de Awkward Family. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Doei!